Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Stevens Podiumgasten. Vandaag de gast Tiffany Oosting. Tiffany, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk dat ik hier mag zijn. Zeker. Stel je eens voor. Ik ben Tiffany Oosting. Ik ben 16 jaar oud. Ik word Emma en mijn hobby is zingen. Dat hebben we gezien. Want jouw eerste clip, Deze Rozen Zijn Voor Jou, is eigenlijk een liedje van Jan Smit. Wat betekent het voor jou dan? Ik heb een liedje opgedragen naar mijn moeder. Ze betekent heel veel voor mij en ook voor mijn oma. En ja, toen destijds kon ik niet zingen over de liefde. Dus heb ik over mijn moeder en over mijn oma gezongen. Ja, en dan ga je uiteindelijk dus naar Frank Verkooijen. Daar heb ik een liedje opgenomen. Ja. Hoe kom je dan met hem in contact? We hebben research gedaan, een beetje op het internet, mijn vader. En ja, toen kwamen we op Frank Verkooijen uit. Ja, en dan ga je liedje opnemen. Maar hoe is dan de liefde voor de muziek ontstaan? Dat al sinds kleins af aan ben ik al helemaal weg van de muziek. Ik kan mijn gevoelens heel goed uit in de muziek of zo. Ja. Met heel veel liedjes bijvoorbeeld van André Hazes, daar kan ik mezelf echt in vinden. En ja, zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Ja. Dus het is sinds jongs af aan al, toen ik acht jaar oud was. Ja, want kom je uit een muzikale familie? Papa's neef is Jannes en mijn mama's neef is Bouke en Milamiano. En ja, mijn opa die zingt, mijn zus kan heel goed zingen, mijn moeder zelf kan heel goed zingen. Ja, dus ik zit wel in een muzikale familie. Dan noem je dus Jannes en Bouke, zijn dus totaal geen onbekenden. Zijn zij een beetje een voorbeeld voor jou dan? Het is wel een ander soort muziek, maar ik vind muziek super mooi. Ja. Maar ja, ik ben meer het van muziek van Sieneke en Marianne Weber. Dat is meer mijn genre muziek. Ja. Maar ik vind Jannes en Bouke vind ik wel echt heel mooi. En Milano. Nou, zelfs dat zijn alweer verschillen op zich natuurlijk. Ja. En wat doe je dan naast het zingen? Ik ga naar school. Ik ga na deze examenperiode, of ik zit nu in het examenjaar, ga ik allround schoonheidsspecialist doen. En ja, wat ga ik daarna doen? Dus. Want is uiterlijk echt belangrijk? Ja, ik vind uiterlijk heel belangrijk. Ja, ik hou wel van een make-upje. Toch wel. Dat kan je wel zien. Want was je er ook geworden als je het dus niet zou gaan zingen? Ja, ja. Ik vind schoonheidsspecialisten vind ik echt heel leuk om te doen. Ik vind het leuk om mensen te verzorgen, om mensen blij te maken. Ja, dus ja. En als je dan zo op straat loopt, dan denk je wel eens van, oh, die kan wel eens een behandeling gebruiken? Ik heb nooit een vooroordeel van een mens, maar ik bedoel, als ik iemand naar de nageltjes of zo kijk, ja, dat heeft niks te maken met schoonheid, maar ik bedoel, ja, ik let wel vaak op dingen, op tanden en ik vind het wel belangrijk, ja. Absoluut. Ja. Is er een team om jou heen die jou helpt? Eigenlijk, ik zelf bepaal eigenlijk alles zelf. Dus als ik iets niet wil, doe ik het niet. Nee. En als ik iets wel wil, doe ik het wel. Maar ja, mijn moeder en vader steunen me daarin. Dus er zit niet echt een team omheen, management en alles, dus ja. Nee, ja, je zingt nu net een jaar, toch? Sinds een weekje of twee weekjes. Oh, zo kort nog? Ja, ja. Ja, want corona die kwam dus om de hoek kijken en toen was je even weer gestopt. Ja. Dat is ook de reden waarom we dus geen heel liedje van jou hebben. Nee. Maar is zingen dan wel een opstapje naar iets anders? Ik heb niet echt een opstapje nu. Ik wil graag zingen en dat is eigenlijk mijn doel. Dus je zou dit niet gaan gebruiken om in een musical terecht te komen of ergens in de modellenwereld of nee, ergens staat niet op mijn planning. Niet? Ook nooit aan gedacht? Modellenwerk wou ik wel graag, maar er zit zoveel poespas eromheen, dus ja. En zou je dan alles aanpakken om toch in die sport uit te komen? Nee, ik doe eigenlijk zingen echt voor mijn plezier. Ja. Kijk, het bekendheid is mooi meegenomen, maar het zingen doe ik echt om mijn plezier, omdat ik het echt leuk vind om te doen. Ja, dus je moet er plezier in houden. Ja. Dat is heel belangrijk. Maar waar zing je dan het liefst? Zing je dan het liefst in kroegen of op pleinen of? Ik zing liefst overal. Ja. Toch wel? Ja. Ik ben ook om overal te zingen. Ja, want je hebt natuurlijk artiesten die willen alleen maar in een theater staan of in een kroegje of op een groot evenement, dat soort dingen. Maar jij wil dus gewoon echt overal. Ja, vraag me ergens voor en ik ben er. Heb je dromen waar je wil staan? Ja, Ziggo Dome en al hoor. Dat is wel echt Oh, je gaat meteen groot dromen. Ja, dat doe je goed. Ja. En als je dan jezelf moet gaan plaatsen in een rijtje van zangeressen, in welk rijtje sta jij dan? Ik denk wel, ja, wat ik net al zei, Marianne Weber en Sieneke, dat is wel mijn soort muziek, wat ik ook leuk vind. Ja, en als je dan, dat is best wel voor de oudere mensen, zou je dan van verwachten. Is dat ook jouw doelgroep?
Of wil je ook de jongeren gaan Ik wil wel de jongere generatie aanspreken met muziek. Ja. Ik vind het eigenlijk leuk. Alle doelgroepen. Ik vind, ja. Dus ik heb niet echt een bepaald doelgroep om voor te zingen. En als je dan ergens gaat zingen, wat ga je dan zoal zingen? Welke liedjes? Mijn liedjes? Welke liedjes ik dan ga zingen? Ja, mijn eigen liedje dan natuurlijk. En ik hou heel veel van André Hazes. Ik vind André Hazes echt mooi. En ook gewoon voor de sfeer erin te maken. Ik vind, iedereen houdt van André Hazes, want Hazes is basis. Ja, dat is een feit. Hier, absoluut. Ja. Maar een Marianne Weber en Sieneke, dat zou ik ook gaan doen? Ja, ik zing ook al vaak Donkere Dagen van Sieneke. Dat vind ik ook echt een leuk lied. Nice. Staat ook heel mooi bij mijn stem. Dat zeggen anderen in mijn omgeving, zeggen dat natuurlijk. Ja. Of ik zeg nooit voor mezelf dat ik kan zingen. Want het kan altijd wel beter. Maar ja. Maar volg je zanglessen dan? Wat doe je? Ik ga één keer in de zoveel tijd een keer naar Dianne. Dat is een zanglerares en die helpt me een beetje met de trucjes, hoe ik het beste kan ademhalen en dat. Ja. Daar ga ik niet echt constant iedere week of zo heen. Dus. Inderdaad. Ligt er een plan voor je klaar of kijk je wel hoe het allemaal gaat lopen? Kijk wel eigenlijk hoe het allemaal gaat lopen. En waar hangt het vanaf? Ik weet niet hoe de toekomst kan lopen. Nee. Het kan zo wezen dat ze me ergens voor vragen of zo. Dus en dat ik dan denk, van daar leef ik dan naartoe. Maar er staat nu niet echt wat op mijn planning. Maar nieuwe muziek van een ander. Is dat een voorbeeld voor jou van zo moet ik het ook gaan doen? Of denk je van, zij doen het zo, ik ga het anders doen? Ja, ik hou van om anders te wezen. Om uniek te zijn. Want ik vind het leuk om, bijvoorbeeld mijn kledingstijl, dat staat helemaal niet bij mijn genre muziek. Want ik heb een beetje moderne kledingstijl. En ik hou er dan niet van om, ik wil gewoon anders zijn. Ik wil er graag een beetje uitspatten. Ja. Jij gaat je onderscheiden. Ja, dat vind ik leuk. Wat is er met het scherm, jongens? Oké. Gewoon doorgaan? Top. wat kunnen we binnenkort van jou gaan verwachten? Ik heb nog niet echt wat op mijn planning. Ik heb nu niet echt afspraken of zo om wat te doen. Dus ik laat nu voor deze tijd wel even alles om af laten komen. Even afwachten met dit lied. Hoe dit nu gaat lopen. Ja. En ja. Maar je bent nog niet bezig met een vervolg van dit liedje? Nee, ik heb er nog niet echt afspraken of zo over gemaakt. Nee. Maar wat zou je dus kunnen vertellen over het liedje wat je dus nu voor ons gaat zingen? Jouw single. Ja, waarom zie je mij niet meer staan, is de titel van het lied. En ik heb nu wel een leeftijd om over de liefde te gaan zingen. Ik ben nu 16 jaar oud, dus het is een gevoelig liedje waar je jezelf in een donkere periode wel kan in herkennen. Als je bijvoorbeeld uit het met je vriendje, met je vriendinnetje. Heb je het al meegemaakt? Ja, ik heb het wel uitgehad, mijn vriendje, maar het is nu alweer aan. Oh, oké, dat is beter. En hij ziet je dan nu wel weer staan? Ja. Helemaal goed. Dan gaan we naar jou luisteren. Tiffany Oosting, waarom zie je mij niet meer staan? Hij was mijn eerste liefde, een mooi leven voor de boeg, heel gelukkig. Zomaar opzij, is er een ander voor mij? Ik had nooit gedacht dat je nu al zou gaan. Weet je nog wat jij mij laat zijn? Jij was er al. Die blijft bestaan.
het moet hem toch wat doen. Dat wat hij mij heeft aangedaan. Maar komt er een tijd en heeft hij er spijt, dan kan hij oprecht bij mij weer terecht. Waarom zie je mij niet meer staan? Zo anders zet je me zomaar opzij. Is er een ander voor mij? Ik had nooit gedacht dat je nu al zou gaan. Weet je nog wat jij mij laat zijn? Jij was er al. Dankjewel voor jouw komst naar de studio. En u bedankt voor het kijken. Volgende week dan ben ik terug en dan ontvang ik... Ik wil elke dag en elke nacht, want de liefde kent geen tijd. Allermoois met jou... Voor nu een hele fijne avond. Dag!